Hier gebeurde het. De bal net te ver voor zich uit. Vaassen geraakt. RKC-doelman Etienne Vaassen botste hard met Ajax-speler Brobby. Vaassen moest worden gereanimeerd op het veld. Er is echt paniek bij de spelers van RKC. Maar de doelman maakt het na een nacht in het ziekenhuis goed. Hij moet volgens de club in alle rust herstellen de komende dagen. De spelers waren te aangedaan om verder te spelen na de botsing. De wedstrijd werd daarom gestaakt bij een stand van 2-3. Groot applaus.